Strategieën die we bij de ergotherapie zouden kunnen trainen zijn bijvoorbeeld het structuur aanbrengen in de activiteiten, maar ook in uw dag. We zullen kijken hoe uw dagindeling nu is en kijken of dat u daar tevreden over bent of niet. Vervolgens kunnen we met u samen kijken of dat u uw dag op een andere manier zou willen indelen. Dat u activiteiten wellicht op een ander moment beter zou kunnen uitvoeren. Rekening houdend onder andere met de momenten waarop dat u medicijnen inneemt. Bij alles wat we doen zullen we zoveel mogelijk aansluiten bij uw persoonlijke, sterke en zwakke kanten. De manier waarop dat u makkelijk leert, zullen wij gebruiken in onze therapie. Daarnaast is het belangrijk dat u de dingen aanleert binnen uw eigen leefomgeving of binnen het werk, binnen uw eigen huishouden, binnen uw eigen context. Een voorbeeld van een strategie die we u zouden kunnen aanleren is als u bijvoorbeeld wilt gaan koken. Dat is best een complexe activiteit waar veel verschillende handelingen voor nodig zijn. Ook het plannen en het combineren van verschillende activiteiten op hetzelfde moment zijn moeilijk. Wat we met u zullen doen is kijken hoe u de activiteit kunt opdelen in meerdere stappen, zodat u ze achter elkaar kunt uitvoeren en niet tegelijk. En wellicht ook op verschillende momenten van de dag alvast delen van de maaltijd voorbereiden. Op die manier zult u de mogelijkheid weer krijgen om zelf uw eigen maaltijden voor te bereiden.